Burgemeester Roderick van der Mortel is nu zo'n 5,5 jaar burgemeester in Vught. Dat betekent dat volgend voorjaar een nieuwe ambtstermijn van 6 jaar aan de orde is. Van der Mortel zelf is in ieder geval klip en klaar. Hij wil verder in Vught en zijn karwei afmaken. Maar hoe zit het dan met Den Bosch, waar hij ooit wethouder was? Longt de opvolging van Rombout niet over enkele jaren, zoals menigeen toch veronderstelt? Het is zo dat een ambtstermijn 6 jaar duurt. Ik heb aangegeven dat ik graag voor een tweede ambtstermijn ga. En het is nu aan de gemeenteraad om te bepalen of zij dat ook van mening zijn. Ja. U hebt het goed naar uw zin, Vught? Ik heb het ontzettend naar mijn zin. Ik zie overal om me heen de bouwprojecten uit de grond, als paddenstoelen uit de grond schieten. Ik denk dat we hard en goed bezig zijn in Vught. En ik wil het graag ook afmaken en ook zien hoe het geworden is. Ja. Want u kwam in een heel ander Vught binnen eigenlijk. Ja, het Vught wat ik aantrof was een ander Vught dan zoals we dat nu kennen. Dat klopt inderdaad. Welk opzicht heeft u Vught vooral zien veranderen? Ik denk dat... U lacht daar een beetje gemeen bij. Nou nee, niet gemeen. Nee. Ik lach daar een beetje bij omdat het beschrijven van de situatie toen is een situatie die eigenlijk het liefst snel vergeet. Ja. Het was een verziekte situatie. De Vughtenaren, als ze zich nog eens in het geheugen graven, dan weten ze hoe die tijd was. Moet het niet te veel over het verleden hebben, moet het vooral over de toekomst hebben. En nu zit Vught goed in zijn vel in dat opzicht? Ik denk dat Vught prima in zijn vel zit. En dat, nou goed, nogmaals, je hoeft maar rond te kijken. De stijgers rondom de Peters zijn aan het zakken. De nieuwbouw van het centrum is uit de grond aan het kruipen. Je ziet de N65 dadelijk in de grond verdwijnen. We zijn nu met het spoor bezig. Het gaat gewoon hartstikke goed met Vught. En wat ik vooral hoop is dat de Vughtenaar weer trots wordt op het dorp. Want we hebben een van de mooiste gemeenten van Nederland. En dat mag je ook best uitstralen. En die volgende termijn die er dan waarschijnlijk zit aan te komen, die gaat u ook volmaken? Dat is iets wat in de toekomst... Want u weet net zo goed als ik, dat laat ik toch nog maar een keer gemeen zijn dan. U weet hoe er gespeculeerd wordt op het feit dat u, ja, vroeg of laat gaat hij gewoon naar Den Bosch. Aan speculaties heb je niks. Ik ga graag voor een tweede termijn, dat heb ik ook aangegeven. En het is nu aan de gemeenteraad hoe zij daarover denkt. Longt toch nog op enig moment Den Bosch? De volgende ambtstermijn ga ik met volle energie en aandacht in. Want ik wil er mede aan bijdragen met al die wethouders, met al die raadsleden, met de hele bevolking. Dat we Vught een stuk mooier en beter maken dan we de afgelopen jaren hebben gezien. Gaat u de N65 verdiepte nog meemaken? Dat ligt natuurlijk aan hoe snel Den Haag is. Had ik het maar in de handen. Maar ik hoop van ganse harte dat we het echt heel snel een stap verder maken. Maar ik zeg er heel eerlijk bij. Ik heb liever dat het spoor 2, 3, 4 jaar later de grond ingaat. Dan dat over 2, 3 jaar er al iets gebeurt. Maar met een verkeerde oplossing waar we de komende 50 jaar last van hebben. Als we het doen, laten we het dan ook in één keer goed doen. En als het dat betekent dat het dus 2 jaar later wordt, dan wordt het maar 2 jaar later.